Yes mensen, Shane Kluivert deel 2 gaan jullie zo meteen kijken. Maar voordat we gaan beginnen, even iets heel belangrijks wat ik tegen jullie wil zeggen. Ik heb het over schoenen van Sergio Ramos, Carrasco, Kevin De Bruyne, maar ook Cristiano Ronaldo. Ik heb ze nog steeds niet weggegeven en ik ga ze bekendmaken op mijn Snapchat de komende week. Dus hou het in de gaten. Mijn snap is Tuzani7, voeg me toe. En wie weet ben jij de gelukkige. Schoenen van Cristiano, Kevin De Bruyne, Carrasco, Sergio Ramos en ga zo maar door. Maar wat ik ook wil aangeven is, vorige keer kon je de bal winnen van Shane Kluivert. Ik heb een winnaar uitgekozen en op mijn snap bekendgemaakt. Maar die winnaar heeft zich nog steeds niet gemeld. Dus bij deze nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laat een comment achter waarom jij die bal verdient van Shane. En like deze video en ook die winnaar maak ik bekend op mijn snap. Af en toe terugkijken in de comments, want daar laten we ook wel eens weten wie die winnaar is. Maar dan moet je wel contact opnemen. Nu gaan we beginnen. Let's go! What? You won. What? Zou dat Cruyff Foundation, je weet toch? Let's do it, dear. Classico gespeeld? Ja. Voor degene die niet weet wat El Clasico is, wat is dat? Real Madrid tegen Barcelona. Hoe vaak heb je al gespeeld? 2 keer. En? 1 keer hadden we gelijk gespeeld, 2-2. En toen hebben we, en de andere keer, dat was in de, nee, dat was op het Media Gold Cup toernooi, hadden we 3 gewonnen van hun. Heb je dat toernooi gewonnen? Ja, we hebben het toernooi gewonnen. Welke voetballers zijn met jou op de foto gegaan? Messi, Ronaldo, Neymar, Iniesta, een paar legends, mijn vader, Puyol. Wat is leuker, voetballen of koken? Ik heb trouwens... Allebei heel leuk. Dit ziet er echt zo lekker uit. Ik wil ze gewoon alle 3 opeten. Maar laten we proberen. De tomatensaus drukt er gewoon uit. Zo lekker. Je hebt trouwens een kookboek. En daarin heb je allemaal recepten. Je legt ook uit hoe je iets moet maken. Dat klopt. Ik kan niet koken. Nou, ik kan een eitje koken. Maar goed, dat kan volgens mij bijna iedereen. Of iedereen. Als ik nou jouw boek heb gelezen, ben ik dan ook gelijk... klaar om een soort van chef te zijn? Of wat ben ik dan? Er staat wel veel informatie in over koken. En wat gerechten dat ik kan proberen. Je mag jij zeggen. Je mag jij zeggen. Dat jij kan proberen. Ik denk dat het je wel gaat helpen. Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Ik heb een keer een verhaal gehoord over de legendarische Johan Cruijff. En die had wel eens journalisten die dan een vraag aan hem gingen stellen. En dan deed hij alsof hij alleen maar Catalaans sprak. En weet je waarom?
Soms waren het hele moeilijke vragen. En als je dan snel gaat antwoorden, kan je een fout maken. Dan had hij een tolk bij zich. Een tolk is iemand die erbij staat die alles vertaalt. Ja. En dan deed hij net alsof hij geen Spaans begreep. Maar hij begreep Spaans ook. Maar dan kon hij al nadenken. Dus dan kreeg hij een vraag. En dan zei hij tegen die tolk, wat zegt hij nou precies? En dan ging die tolk het vertalen. In die tussentijd kon hij nadenken. Ja. En zo gaf hij het antwoord. Dus dat moet je ook doen. Je moet gewoon doen alsof je soms niet weet wat... Je moet doen alsof je geen Spaans kan. Dan kan je af en toe... Of heb je nog geen journalist op je dak? Ik. Ik ben de eerste. Journalist. Ja, journalisten hebben altijd een hele grote neus. Eigenlijk jouw favoriete positie op het veld? Dat het ligt er een beetje aan. Want nu speel ik op een kort veld. Als ik groot ben, speel ik op een lang veld. Als ik op een lang veld speel, dan spelen we 4-3-3. Mm-hmm. Dan vind ik linksbuiten en spits toch wel top. Mm-hmm. Maar nu spelen we in Barça spelen we nu 3-2-1. En dus in het middenveld staan een beetje zo. Afwisselend, niet op één lijn. Ja. Vind ik spits toch wel het leukste. Ja? Dus ja. Ik hoor twee keer spits, dus uiteindelijk is spits wel jouw favoriete positie. Net als mijn vader. Ken jij Rarko? Ja. Hij is een beetje gek, hè? Hij is niet gek, maar hij is grappig. Oh, dat is een goed antwoord. Nou, hij is niet zo goed in Engels. Misschien dat jij nog een keertje bijles kan geven. Weet je hoe hij proberen zegt in het Engels? Ja. Hoe dan? Preparen. Je moet preparen. We gaan de Prepare Challenge doen. Om en om gaan we een challenge bedenken. Steenpapier, schaar, per ronde bepaalt wie er gaat beginnen. Okay. Maar ik geef jou nu als eerste de eer. Wat gaan we als eerst doen? Borden challenge doen. Borden, en wat betekent dat? Daar is een bord, daar is een bord, daar is een bord en daar is een bord. Eerst gaan we deze borden proberen te raken. Ja? En dan wie het als eerste doet, heeft gewonnen. En dan steeds moeilijker, dus van groot bord naar klein bord. Ja. Laten we er drie doen, want die twee zijn ongeveer hetzelfde. Dan doen we die, die en die. Ja. Yes? Beginnen we bij die. Oké. Nee, is dat 1-0? Nu moeten we naar die toch? Ja, je kan alles nog goed maken. Dus hij heeft hem wel geraakt? Ja. Oh. Waar ben je nou eigenlijk het beste in? Als je één iets mag benoemen waar jij het beste in bent als het gaat om voetballen. Qua trucjes of qua... Ja, gewoon. Schieten. Schieten, dat is echt jouw... Ja, schieten ja. In de wedstrijd haal ik van dribbelen met mannetjes en dan boef, op goal. En vanaf hier helemaal aan de andere kant in de goal. Yes, en je moet uit je handen schieten. Zeg maar net als een keeper, weet je wel. Steek op je schaar. Ja, daar gaat mijn reputatie op YouTube. Alsjeblieft, spaar me in de comments. Trouwens, je woont in Spanje. Ja, dat klopt. Er is één zin die ik heel graag wil dat jij gaat uitspreken. Okay. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Woe!
Wow, sterk. De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets. Nog een keer? De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets. De koetsier poetst de koets. Postkoets. De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets. De koetsier poetst de poets. De poetskier? Nee. Dit wordt een challenge dat we hier moeten staan en dan moeten we zo uit je handen in de basket moeten schieten. En wie dat als eerste doet, heeft gewonnen. Ja, weet je wel als zeker dat je dit gaat doen, want dit is wel mijn favoriete onderdeel. Oké. Okay. Ja, ik ga dit doen. Steek op die schaar. Ik heb je door. Dat was de video met deze man, de grote kleine man, Shane. Ik heb ervan genoten. Ik vind je een bijzondere jongen. Vooral dat je zo lief bent. Je bent oprecht. Een paar keer ook tijdens de spelletjes. Je bent echt heel eerlijk. Ik zit nu alles te herhalen, maar ik meen het. Super tof. Ik hoop dat heel veel kinderen een voorbeeld aan jou nemen. En ik hoop dat je blijft zoals je bent. Heel veel succes met FC Barcelona Blaugrana. En tot slot is het laatste woord aan jou. Ik vond de video met jou heel erg leuk. Ik hoop dat je zo door blijft gaan met video's maken. De challenges vond ik jullie leuk. En ja, ik hoop je nog heel snel te zien. Weer te zien. Blaugrana. Viva le. Na 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 na. Barça! 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 We gaan zo tegen elkaar battelen, ja? Ja, ja. Totdat ja. Iemand een fout maakt. Ja. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. 1-0. Tot de 3. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt. De kat krabt de krullen van de trap.